Oké, goedemiddag iedereen. Het is 1:15, dus we zullen starten aan de presentatie. Jullie zitten hier in de breakout room voor de implementatie van gedematerialiseerd elektronisch voorschrijven voor het programma CareConnect Dentist. Kort praktisch, jullie staan allemaal op mute, dus jullie micro is gedempt. Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie die stellen tijdens de presentatie in de chat. Mijn collega Jan Stinkers, die hier ook aanwezig is, zal deze dan opvolgen. En dan kijken we hoe dat we die zo snel mogelijk voor jullie kunnen beantwoorden. Ik zal beginnen met mezelf kort even voor te stellen. Mijn naam is Hartwig Kieren. Ik ben product lead bij CareConnect Dentist. Dat wil zeggen dat ik mee bepaal van hoe dat het programma evolueert. En zoals ik daarjuist al vermeldde, is Jan Steenkiste hier ook aanwezig. Bij velen van jullie wellicht gekend, want dat is een van onze vertegenwoordigers die advies geeft rond de aankoop van de software en de hardware die wij gaan aanbieden. Zal beginnen met even de agenda samen met jullie te overlopen. Wat lichten we hier vandaag aan jullie toe? Als eerste, dat is eigenlijk als een soort van opfrissing, want ik vermoed dat zo goed als iedereen hier al mee werkt. Maar wil ik nog even herhalen van hoe dat jullie kunnen starten met elektronisch voorschrijven in CareConnect Dentist. Daarna ga ik tonen van hoe het elektronisch voorschrijven in zijn werk gaat. Met dan de focus op de wijzigingen die er zijn in de context van de dematerialisatie. Dus voor een groot deel zal dat nog altijd op dezelfde manier verlopen zoals jullie het gewend zijn. Maar er zijn toch enkele aanpassingen die we hier graag even met jullie overlopen. Dan gaan we het ook hebben over het bewijsstuk. Een van de kernaspecten binnen de dematerialisatie. Hoe wordt dat afgedrukt? Wanneer is dat nodig? Hoe ziet dat eruit? Dat komt ook aan bod. De historiek van de voorschriften willen we kort ook nog even tonen. Hè. Dus waar dat eens het voorschrift is aangemaakt, jullie dat kunnen terugvinden in de patiëntfiche. Wat bij een tijdelijke storing, kan jammer genoeg altijd eens zich voordoen. Daar is een oplossing voor. Hè. En dan willen we ook kort even aan jullie toelichten hoe dat dan concreet in zijn werk gaat. Tot daar. Hebben we het eigenlijk over het gedeelte dat jullie als tandarts gaan uitvoeren. Maar we willen graag ook even aan jullie uitleggen hoe het afhalen van de geneesmiddelen in zijn werk gaat zonder het papieren bewijsstuk. Het is er juist al aan bod gekomen in de sessie die dokter Katrien Toré gegeven heeft. Maar we willen er graag nog iets meer in detail op ingaan, zodanig dat jullie ook de juiste informatie kunnen geven aan de patiënt, of als er daar vragen over komen, dat jullie die op een correcte manier kunnen beantwoorden. En dan licht ik graag nog even toe waar dat jullie na deze presentatie meer info kunnen vinden. Als er vragen zijn, dan behandelen we die ook graag. We hebben van de mensen van Vivil een half uurtje tijd gekregen om alles te overlopen. Normaal gezien moet dat ruim voldoende zijn voor alles wat we graag met jullie willen bespreken. En we zullen zien, als we vroeger klaar zijn, dan is dat zo. Dan kunnen we iets vroeger terug naar de plenaire sessie. Oké, dan gaan we eraan beginnen. De eerste slide gaat over hoe jullie met elektronisch voorschrijven kunnen starten, wat daarvoor benodigd is. Zoals daar juist al vermeld, vermoed ik dat dat voor de meeste van jullie al in orde is, maar ik overloop het hier nog graag even. Ten eerste is het belangrijk dat jouw persoonlijk e-health-certificaat in het programma geconfigureerd is, dus in CareConnect Dentist. Als je dat hebt aangevraagd, moet dat nog geconfigureerd worden in het programma. En dan heb je eigenlijk toegang tot alle e-health-diensten waarvan dat het elektronisch voorschrijven er een van is. Ook belangrijk is dat je een persoonlijk Hector-abonnement bent aangegaan. Dat is de applicatie die wij gebruiken om het elektronisch voorschrijven via CareConnect Dentist goed te laten verlopen. Dus dat abonnement is ook noodzakelijk om toegang te krijgen tot die dienst. En dan als derde aspect is het rijksregisternummer van de patiënt, of afgekort het INSZ, is dat ook noodzakelijk om een elektronisch voorschrift te kunnen maken. En waarom is dat? Omdat we een communicatie doen
met de overheid. En door het rijksregisternummer mee te geven, kunnen zij op een eenduidige manier de patiënt identificeren, zodanig dat het geneesmiddel aan de juiste persoon wordt voorgeschreven, uiteraard. Een tip die we hierbij graag geven om die gegevens zo vlot mogelijk in jullie programma te krijgen, is om de elektronische identiteitskaart van de patiënt in te lezen via de kaartlezer. Op die manier worden de gegevens automatisch aangevuld in de patiëntfiche en zijn jullie er helemaal klaar voor om voor die patiënt met de e-health-diensten te werken. Die kaartlezer, mochten jullie zoiets nog niet hebben, maar ik vermoed dat dat ook bij de meesten wel in orde is, kan ik ook aanraden om contact op te nemen met een vertegenwoordiger om te kijken hoe dat we jullie kunnen ondersteunen met een oplossing. Voilà, dus op deze manier zijn we weer helemaal klaar voor om elektronisch voor te schrijven. Dan ga ik nu even tonen van hoe dat het voorschrijven concreet in zijn werk gaat. Wat ik eerst ga doen, is met jullie enkele slides overlopen, zodanig dat ik al een kort woordje uitleg kan geven en dat jullie weten welke structuur dat ik zal volgen in de demo die ik straks geef. Want dan straks ga ik in het programma zelf even tonen van hoe dat dit concreet in zijn werk gaat. Dus wat ga ik doen? Ik ga eerst tonen waar je het voorschriftformulier kan opvragen. Dan een kort woordje uitleg over de gegevens van de patiënt en de voorschrijver, die automatisch worden ingevuld in het formulier. Dan is het de bedoeling dat je één of meerdere geneesmiddelen selecteert. Daar zijn drie mogelijkheden voor. Ik ga ze alle drie toelichten. Een eerste optie is een keuze maken uit je vaak voorgeschreven geneesmiddelen. Een tweede optie is om het geneesmiddel op te zoeken in de database. En een derde optie, stel dat de vorige twee opties geen resultaat geven, dan kan je nog altijd het geneesmiddel als vrije tekst gaan ingeven. Vervolgens ga ik ook even tonen hoe je de posologie kan toevoegen, want dat is ook een vereiste om elektronisch voor te schrijven, dus dat je dan aangeeft van hoeveel keer en wanneer dat de patiënt het geneesmiddel moet innemen. En dit is een wijziging in het kader van dematerialisatie, dus dat licht ik ook graag toe. Het vakje locked, dat is toegevoegd aan het voorschriftformulier. Dat komt overeen met de visieflag, waar dat het in de recipe-presentatie daar juist over ging. Daarmee kan je bepalen of dat het geneesmiddel altijd zichtbaar is, na bijvoorbeeld het inlezen van de EID, of dat het geneesmiddel enkel zichtbaar is na het scannen van de barcode. Even kijken. Ja, het volgende gaat dan over het bewijsstuk. Dus dan overloop ik nu graag even in het programma, hoe dat concreet in zijn werk gaat. Misschien ook niet onbelangrijk om te vermelden. Jullie hebben de meest recente versie van het programma nodig. Die hebben wij begin augustus voor jullie beschikbaar gemaakt. Dat is de 30.5. Bovenaan het programma kan je dat controleren. Dat is de versie die jullie nodig hebben om gedematerialiseerd te kunnen voorschrijven. Goed, dus we zijn bij het moment aanbeland waar dat de patiëntfiche geopend is en we willen effectief een elektronisch voorschrift gaan maken. Dan kan dat door op communicatie te klikken en dan in dat menu op de knop recipe voorschrift te klikken. En dus het recipe voorschrift, dat is het elektronische voorschrift dat via de dienst recipe wordt beheerd. Dus hier wordt het formulier geladen en zoals we er juist al konden zien in de PowerPoint-presentatie, worden de gegevens van de patiënt, hier aan de linkerkant, en de gegevens van de voorschrijver, dat zijn dan jullie gegevens als standaards, worden die automatisch ingevuld. Dus het enige dat dan nog door jullie hoeft te gebeuren, is het effectief selecteren van de geneesmiddelen. Daar waren drie mogelijkheden voor. Ik zal beginnen met de eerste. Dat is door te gaan zoeken in de lijst van geneesmiddelen die je het vaakst voorschrijft. En CareConnect zal hier automatisch voor jou gaan bijhouden wat dat de geneesmiddelen zijn die je op meest frequente basis gaat voorschrijven. En die zal je dan ook zien verschijnen als je één keer klikt in dit veld. Dat zijn een tiental geneesmiddelen, als ik het goed voor heb, die je hierin zal terugvinden. Ja, zoals jullie hier kunnen zien, zitten daar ook een paar testen tussen die wij gebruiken tijdens de ontwikkeling. Maar ik zal bijvoorbeeld deze Dafalgan nemen. Door daarop te klikken wordt het geneesmiddel toegevoegd aan het formulier. De posologie
die je hiervoor gebruikt, wordt ook automatisch ingevuld. Die kan je eventueel nog aanpassen indien nodig. De verpakkingen en de duur kan je ook aanvullen indien nodig. Maar dus normaal gezien kan je zo op een heel vlotte manier, hè, dus door één keer te klikken op het geneesmiddel in de lijst, dat geneesmiddel gaan toevoegen. Dat is de eerste mogelijkheid. Dan toon ik ook graag nog even de tweede mogelijkheid. Dus het is zo dat eigenlijk achter dit formulier zit een heel uitgebreide database van verschillende geneesmiddelen die je kan voorschrijven voor de patiënt. Ja, we baseren ons daar op de bronnen van de overheid, aangevuld met nog enkele andere geneesmiddelen, bronnen, zodanig dat we een zo volledig mogelijke lijst hebben van geneesmiddelen waarin dat je kan gaan zoeken. Ik zal even het voorbeeld geven met amoxicilline. Ze is nu aan het opzoeken wat dat daar de mogelijkheden voor zijn. En dan zie je hier dat alles waar dat amoxicilline in zit, hier getoond wordt. En dus je kan op deze manier gaan zoeken. Je kan ook zoektermen gaan combineren. Hè. Als je bijvoorbeeld amoxicilline van EG wil opzoeken, dan kan je de start van amoxicilline typen en daarna EG. Ik ga even dit geneesmiddel als voorbeeld selecteren. In dit geval wordt de posologie niet automatisch ingevuld. Dat kan ook niet, want dat is nog niet gebeurd. Dus moet dit nog door jullie aangevuld worden. Ik zal bijvoorbeeld eenmaal daags 's avonds invullen. Dus dat is de tweede mogelijkheid. Stel dat je op deze twee manieren nog steeds het geneesmiddel in kwestie niet terugvindt, is er nog altijd de vrije tekstingave. Ik geef het voorbeeld van interdentaalborsteltjes die je mogelijk niet in de lijst terugvindt. Dan kan die vrije tekstingave van pas komen. Hoe gaat dat in zijn werk? Je klikt hier in het veld en je begint simpelweg met het typen. Mogelijk zal het formulier hier aangeven dat er geen resultaat gevonden is. Als je dan simpelweg op de Enter-toets drukt, dat zal ik nu even doen, voilà, dan zie je dat dat veld gewijzigd wordt naar vrije tekstingave. Wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor magistrale bereiding, waar je dan meerdere lijnen kan gaan ingeven. Maar ook geneesmiddelen die je niet standaard in de lijst terugvindt, kunnen op deze manier ingegeven worden. Ook hier is een posologie vereist. Je kan ook het aantal verpakkingen, de duur enzovoort gaan aanpassen voordat je dan effectief het geneesmiddel gaat gaan aanmaken. Voilà, dus dat zijn de drie mogelijke manieren om een geneesmiddel toe te voegen. Dan had ik beloofd om het ook nog even over het vakje locked te hebben, dat jullie hier in deze kolom terugvinden. Dit vakje komt overeen met de visieflijk, waar we het daar juist over hadden. Dat wil zeggen dat als je dit vakje aanvinkt, dat de apotheker het geneesmiddel enkel zal zien na het scannen van de barcode. De standaard zetten we dat af, dus u moet het echt expliciet gaan aanzetten. Als dit afstaat, wil dat zeggen dat de apotheker simpelweg de identiteitskaart van de patiënt kan inlezen, om dan daarna het geneesmiddel in kwestie terug te vinden. Dus als de patiënt niet wil dat eender welke apotheker dat na het inlezen van de EID kan zien, en dat gaat dan vooral over gevoelige medicatie, denk aan antidepressiva, aidsmedicatie, dat soort zaken, dan kan u ervoor kiezen om dit vakje aan te vinken en dan zal dat enkel zichtbaar zijn voor de apotheker na het scannen van de barcode. Nu, de verwachting hier is dat dat voor jullie als standaards zelden tot nooit gebruikt zal worden, omdat ja, het type medicatie waarvoor dat dit vakje handig kan zijn, zal bij jullie minder van toepassing zijn. Maar ik geef toch even mee dat die mogelijkheid er is. Oké, nu zijn we er klaar voor. Dus we hebben drie geneesmiddelen voorgeschreven. En de volgende stap is dan de keuze verzenden of verzenden en afdrukken. Ik ga ervoor even kort terug naar de presentatie. Ik had graag eerst een woordje uitleg gegeven over het bewijsstuk. Belangrijk daarbij, dat werd er juist ook al vermeld in de plenaire sessie, is
dat je de patiënt informeert over de mogelijkheden die er zijn. Hè? Dus het is niet zo dat je vanaf nu kan kiezen om geen enkel bewijsstuk meer af te drukken. Hè? Want niet iedere patiënt is al voldoende gedigitaliseerd om daarmee overweg te kunnen. En sommige patiënten zullen ook nog graag dat papieren bewijsje hebben. Dus het is dan eigenlijk aan jullie om de patiënt te informeren wat de mogelijkheden zijn. Stel dat de patiënt aangeeft dat er toch graag een bewijsstuk wordt meegegeven, dan is de bedoeling dat dit ook nog steeds wordt afgedrukt. Dus dat is het verschil tussen verzenden en afdrukken, dat ik zo dadelijk ook even ga demonstreren. En een tweede belangrijk aspect aan dat bewijsstuk, ook in de context van dematerialisatie, daar heeft de overheid ervoor gekozen om met één bewijsstuk per geneesmiddel te werken. Dat hebben wij ook zo geïmplementeerd in het programma. U zal zien, stel dat u meerdere geneesmiddelen voorschrijft, zal ik straks ook even tonen, dan zullen er ook meerdere bewijsstukken uit de printer komen. Uiteraard als u kiest voor de optie verzenden en afdrukken. Goed, dus dat als introductie. Dan gaan we ook even tonen hoe dat concreet in de software in zijn werk gaat. We hebben hier een nieuwe knop die in deze versie erbij is gekomen. Dat is de knop verzenden. Vroeger was er enkel verzenden en afdrukken. Maar nu hebt u dus de keuze om te verzenden. Dan zal er niks worden afgedrukt. Of om te verzenden en nog steeds het bewijsstuk te gaan afdrukken. Ik ga nu kiezen voor deze optie. Zodat ik jullie ook even kan tonen wat het resultaat is als er meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd worden voorgeschreven. Ik zie nu juist even, dat is natuurlijk de wet van Murphy die zich voordoet. Ik heb het er juist nog getest, dat er een technisch probleem is. Ik ga even proberen om het opnieuw voor te schrijven. Misschien omdat ik het formulier een lange tijd heb laten openstaan. Voilà. Dus ik ga terug drie geneesmiddelen toevoegen. Ik zal het doen op deze manier, dan gaat het vlotst. We gaan terug gaan verzenden en afdrukken. Voilà, nu lijkt het wel te lukken, dus dat is prima. En nu zullen we zien dat er drie keer een bewijsstuk wordt afgedrukt. Daar is de eerste keer al. Dus bij jullie zal het overeenkomen met de printer die in actie schiet. Ik heb hier zelf een PDF-printer geconfigureerd. Vandaar dat dit venster getoond wordt. Het eerste geneesmiddel is nu voorgeschreven. Dan gaan we verder met het voorschrijven en dan is daar het bewijsstuk voor het tweede geneesmiddel. En dan gaat het programma nu op de achtergrond het derde geneesmiddel gaan voorschrijven. Voilà. En daar komt ook het derde bewijsstuk uit de printer gerold. Zo. Ik zal even het bewijsstuk voor jullie tonen. Komt even op mijn andere scherm. Voilà. Dus hier zien we dat dan het bewijsstuk effectief is uit de printer gekomen en dat hier slechts één geneesmiddel op staat. Als we hetzelfde gaan nakijken voor het tweede bewijsstuk, staat daar het tweede geneesmiddel. En dan tot slot het derde bewijsstuk. Daar staat dan het derde geneesmiddel dat we hebben voorgeschreven. Zo. Dan ga ik nog even terug naar de presentatie. De historiek van de voorschriften, dat wil ik ook nog kort even tonen aan jullie. Dat verloopt nog altijd op dezelfde manier als voorheen. Met het enige verschil dat aangezien dat er nu één voorschrift per geneesmiddel wordt gemaakt, dat er dan ook één aparte lijn en één apart bewijsstuk per geneesmiddel in de historiek van behandeling terug te vinden zal zijn. Ook dat toon ik graag even in het programma. Dus we gaan naar de historiek van de behandelingen, waar je ook heel gemakkelijk naartoe kan gaan via de sneltoets F6. En daar ziet u dat ik vandaag drie verschillende voorschriften heb gemaakt en daar is telkens een apart bewijsstuk voor gegenereerd. En dus als ik dan hier op het PDF-icoon klik, dan zie ik nogmaals het bewijsstuk dat van toepassing was op dat voorschrift. Wat bij een tijdelijke storing, dat komt gelukkig minder en minder voor, maar dat kan
zich nog altijd voordoen, natuurlijk. Stel dat er bijvoorbeeld geen internet is, of stel dat er een probleem is bij e-health, dan ja, hebt u niet de mogelijkheid om elektronisch voor te schrijven en dan moet u dus een alternatieve werkwijze gebruiken. In dit geval, dat gaat dan over de situatie van overmacht die er juist aan bod kwamen, is het klassiek voorschrift nog steeds toegelaten. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat de patiënt daar nog wel steeds het papier nodig heeft om het geneesmiddel te gaan afhalen in de apotheek. Ja, dus in het geval van een klassiek voorschrift gebeurt er geen communicatie met recipe. Dus dat is ook niet ergens online beschikbaar. Dus vandaar dat dat papier nog wel noodzakelijk is in het geval van een klassiek voorschrift. Ik ga het kort even tonen voor jullie in de software, hoe dat in zijn werk gaat. Jullie hebben hier de knop recipe voorschrift, maar als we een klein beetje naar rechts bewegen met de muis, dan kan u klikken op het pijltje en dan verschijnt daar nog altijd de mogelijkheid om een klassiek voorschrift aan te maken. En als we daarop klikken, dan opent de module voor de klassieke voorschriften en hier wordt u nog eens op attent gemaakt dat dit enkel mag in een geval van uitzonderingen. Zoals dat ik in de inleiding ook al zei, is dit eigenlijk het stuk over de acties die jullie als tandarts uitvoeren. Dan leg ik ook graag nog even toe van hoe dat dit dan voor de patiënt in zijn werk gaat. Hoe kan de patiënt dan een geneesmiddel afhalen in het geval dat hij of zij ervoor gekozen heeft om geen papieren bewijsstuk te verkrijgen? Een eerste mogelijkheid die ik er graag even toelicht, is via een patiënten-app. Ik ga er hier twee vermelden voor jullie. Een eerste is Helena. Dat is het patiëntenportaal dat door Corilus is ontwikkeld. Het tweede is mijngezondheid.be. Dat is het patiëntenportaal van de overheid, waar jullie wellicht ook al van gehoord hebben. Ik kwam er juist ook aan bod in de plenaire sessie. Persoonlijk ben ik meer fan van Helena. Nu, het zou natuurlijk gek zijn dat ik hier als Corilus-medewerker geen fan ben van die applicatie. Dus in die zin zou ik jullie willen uitnodigen om er zelf ook eens mee aan de slag te gaan, te kijken wat dat de mogelijkheden zijn. Eventueel de vergelijking te maken met de applicatie die mijngezondheid.be aanbiedt, om dan eigenlijk voor jullie te beslissen van wat jullie gaan aanbevelen aan de patiënten die via de app willen werken. Mijn collega Jan zal zo dadelijk ook de link in de chat zetten om met Helena van start te gaan. Dat is eigenlijk heel eenvoudig, dat is helena.care, dus care, C-A-R-E. Ik zal het ook even openen, want die link zit hier in de presentatie. Dat is hier de info-website. Maar als ik helena.care ingeef, voilà, dan komen we hier op de aanmeldpagina voor Helena. Daar hebben we de mogelijkheid om aan te melden. En dan worden we eigenlijk doorverwezen naar de website van de overheid met de goedgekeurde inlogmethodes. Het is dus ook een app dat we in nauwe samenwerking met de overheid ontwikkeld hebben. De meest gekende is denk ik via It's Me, en dat nu meer en meer gebruikt wordt ook voor het regelen van bankzaken, van belastingen enzovoort. Ook die inlogmethode is mogelijk via Helena. Dan even terug naar de presentatie. Straks ga ik nog even tonen van hoe dat er concreet uitziet, maar bij deze al een kort woordje uitleg. Wat dat de patiënt dan daar kan doen, is het voorschrift gaan opzoeken in de app. Daar de barcode tevoorschijn toveren op de smartphone en op die manier naar de apotheker gaan om na het scannen van de barcode het geneesmiddel in kwestie op te halen. De tweede mogelijkheid is via de elektronische identiteitskaart. Enige uitzondering is een geneesmiddel waar het vakje locked was aangevinkt, maar als dat dus niet gebeurd is, is het ook heel simpel, kan de patiënt gewoon naar de apotheek gaan, daar wordt de identiteitskaart ingelezen en dan ziet de apotheker welke geneesmiddelen dat er allemaal zijn voorgeschreven voor die patiënt. Hier onderaan zien we dat nog even visueel verduidelijkt. En dus als u de knop verzenden gebruikt, heeft de patiënt twee mogelijkheden om het geneesmiddel te gaan afhalen. Dus of met de identiteitskaart of via een patiëntenplatform
waar dat Helena er een van is. Als u de knop verzenden en afdrukken gebruikt, zijn die eerste twee mogelijkheden ook nog altijd van toepassing, op voorwaarde dat locked niet was aangevinkt. Maar kan de patiënt uiteraard ook met het afgedrukte bewijsstuk naar de apotheker gaan. Ook nog even tonen van hoe dat dit er in Helena uitziet. Dus daar hebben we, na inloggen krijgen we een overzicht van de verschillende documenten die daar voor de patiënt ter beschikking zijn. Er kan eventueel gefilterd worden op de voorschriften. Na een klik op het voorschrift worden dan de details getoond. Zal de barcode ook in het groot worden weergegeven. En dus dat kan de patiënt eenvoudig aanbieden aan de apotheker om het geneesmiddel in kwestie af te halen. Misschien ook leuk om mee te geven is dat ook in Helena de mogelijkheid zit om het geneesmiddel te reserveren bij de apotheek. En als de patiënt zeker wil zijn dat het geneesmiddel in kwestie ter beschikking is op het moment dat hij langs gaat, dan kan de Mijn Apotheek module gebruikt worden om dat in orde te brengen. Voor de volledigheid hier meegeven dat nog niet alle apotheken daarop voorzien zijn. Dus dan moet de patiënt ook even moet de patiënt eigenlijk kijken of dat hij de apotheek kan terugvinden in de app of niet. Maar als dat het geval is, kan deze werkwijze dus zeker ook gebruikt worden. Oké, dan zijn we bij het laatste deel van deze presentatie aangekomen. En ten eerste overloop ik nog graag even met jullie waar dat jullie meer info kunnen terugvinden. Mochten er na deze presentatie nog verdere vragen zijn of mochten jullie dit nog eens willen herbekijken, dan kan dat ten eerste via de opname van deze webinar. Zoals dat er juist al werd aangegeven, zal die beschikbaar zijn op de website van Vivil via vivil.be/dematerialisatie. Ten tweede maak ik ook graag nog even reclame voor de infopagina op onze website met de nieuwigheden in het programma. Hier gaat het dan specifiek over versie 30.5, waar dat alles staat uitgelegd rond dematerialisatie. De nieuwigheden die zien jullie na het inloggen, nadat een nieuwe versie voor jullie werd geïnstalleerd, maar kunnen jullie ook in het programma terugvinden. Ik zal even tonen hoe dat in zijn werk gaat. Dus hier links onderaan hebben we de link Care Connect Club. Als u daarop klikt, opent een internetpagina met onze website. En daar vindt u bij nieuwe informatie, hier specifiek bij versie 30.5, de info over de wijzigingen in het programma. Ga ik even terug naar de presentatie. Mocht u verder geïnteresseerd zijn in Helena, en dus mijn collega Jan heeft er juist al de link in de chat gezet. U kan er zelf mee aan de slag via helena.care. Als u graag eens nog wat meer info hierover wenst, dan kan dat ook via de website nl-info.helena.care. En ik denk dat Jan ook die voor jullie in de chat gaat zetten. Dan vinden jullie wat meer textuele uitleg en zijn er ook filmpjes met hoe dat alles in de app in zijn werk gaat. Oké. En dan zijn we bij de voorlaatste slide aangekomen, waar ik graag even luister of dat er nog vragen zijn van jullie kant. Als die er zijn, dan zien we die graag verschijnen in de chat. Ik zal even kijken. Er lopen nog geen vragen. We hebben ook nog 1 minuut voordat de breakout rooms afgesloten worden en dan we terug gaan naar de plenaire sessie. Had het geen vraag, Jan? Oké. Mochten die er nog zijn, weet ook dat jullie steeds onze helpdesk kunnen contacteren via een ticket. Ja? Nou, misschien ook nog kort even tonen in de applicatie. Dus hier via de link helpdesk kunnen jullie ook vragen rond het programma stellen. Als die er nog zijn na het bekijken van deze presentatie, stel die gerust via deze weg en dan beantwoorden we die graag voor jullie.
Ik wil in elk geval jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en voor jullie aandacht. Ik zie dat het ondertussen 12:15 is, dus als ik het goed voor heb, dan zullen we zo dadelijk het bericht zien verschijnen dat onze breakout room afgesloten wordt, waarna we dan terug naar de plenaire sessie gaan voor het laatste gedeelte.